criminaliteit. Nee. Harde aanpak. Ja. Criminaliteit. Nee. De aanhangers van Voorpost scanderen slogans en delen flyers uit om de overlast in de buurt aan te klagen. Ze doen dat pal voor de ingang van het zwembad. De politie stuurt hen al snel naar de parking. De parking, maar hier, zoals afspraak met een burgemeester. Oké. De overlast in en rond het zwembad neemt toe volgens Voorpost. Zo was er het voorval met het 14-jarig meisje dat werd lastiggevallen op een bus. Dan vonden we toch wel een keer nodig om hier op een sympathieke manier daar een keer te komen protesteren en te vragen om de overheid hier om de nodige maatregelen te nemen dat men op een deftige manier kan komen zwemmen hier, zonder dat men in een zwembad of erbuiten moet lastiggevallen worden. Volgens de directie van het zwembad is er geen sprake van meer overlast. Buiten een paar kleine incidenten verliepen de voorbije maanden en weken relatief rustig. Meestal gaat het over tieners, mensen die in puberteit zitten, die moeite hebben om zichzelf een beetje te bedwingen. En dan inderdaad af en toe net iets te onstuimig zijn. Ja, zij worden erop gewaarschuwd. En in 9 van de 10 gevallen loopt dat goed. Loopt dat dan mis. En dan moeten wij een extra keer gaan waarschuwen of inderdaad is iemand buiten zetten. Maar loopt het daardoor fout in een bad? Nee, omdat we er eigenlijk vrij kordaat op gaan anticiperen. De burgemeester van Beveren laat weten dat ook rond het zwembad de overlast binnen de perken blijft. Af en toe is er wel sprake van een geïsoleerd incident. De actie van Voorpost verliep zonder incidenten.